Over smaak valt niet te twisten. Ook niet over de smaak van wijn dus. Toch valt er veel te leren en te weten over wijn en over de smaak van wijn en het herkennen ervan. Jos Engelbertink van de wijnkoperij Wijnkristal in Heino geeft wijncursussen. Je kunt er zelfs een wijnbrevet halen. Wat er in zo'n cursus aan bod komt en allemaal te weten valt over wijn, dat gaat hij ons nu vertellen. Jos, jij geeft wijncursussen. Vertel daar eens wat over. Ja, wij organiseren hier wijncursussen. Dat doen we voor mensen die geïnteresseerd zijn in wijn uiteraard. Daar hebben we een instapcursus, zeg maar. Dat is een avond. Kennis maken met wijn hebben we dat genoemd. Nou, als mensen daar enthousiast door zijn geworden, dan kunnen ze verder gaan en zeggen van, goh, ik vind het leuk om de cursus aan de slag met wijn te doen. Dat zijn 3 avonden. En willen ze nog meer weten, zeggen ze van, nou, ik ben zo geboeid, dan kunnen ze ook gaan voor het wijnbrevet. Maar dan zijn ze 10 avonden onder de pannen. En dan volstaat het niet alleen met die ene avond, maar dan moeten ze ook nog een stukje huiswerk maken. Waarom willen mensen eigenlijk een wijncursus volgen? Wat merk je daaraan? Wat willen ze? Ja, wat ze willen weten is, willen ze meer weten van wijn. Ze willen vooral weten waar ze op moeten letten als ze wijn uitzoeken. Als ze voor het schap staan in de supermarkt of waar dan ook, waar ze de wijn maar kopen. Dus etiketten lezen. Ze willen smaken ontdekken en smaken kunnen benoemen ook. Dat vinden veel mensen heel moeilijk en wij proberen dat zo basic mogelijk aan te bieden. Dus mensen kiezen voor een cursus om hun kennis te verbreden. En de conclusie is altijd, als ze meer weten, proeven ze anders en smaakt de wijn beter. Ik zal je eens laten zien hoe dat gaat hier als wij een wijncursus hebben. Bij de cursussen is het altijd zo dat de deelnemers, ja, ik spreek vaak van gasten, 3 glazen voor zich krijgen. En dan zijn het altijd contrasten die we laten proeven. Dan is het zo dat we altijd een proefslokje inschenken. En dat is ongeveer zoveel. Meer hoeft dat echt niet te zijn. Er is hier nog nooit iemand beschonken weggegaan. Dat zullen we straks zien. Oké. Nou, dan krijgen we eigenlijk een verhaal. Waar je op let bij het beoordelen van wijn is de kleur. En de kleur kun je het best beoordelen door een wit vlak op de achtergrond te houden en zo de kleur van de wijn te bekijken. En je ziet dat deze purper is aan de zijkant, hè, aan de rand. Een beetje paarsig, paarsroodachtig. Precies. Zie ik. En je ziet paarsrood en dat duidt erop dat je hier te maken hebt met een jeugdige wijn, jonge wijn. Nou, een wijn wordt beoordeeld op kleur, geur, smaak en afdronk. Om de geur te beoordelen, walsen we de wijn. Dat doen we zo, draaien we het glas een klein beetje rond. Waarom? Omdat dan het oppervlak van de wijn groter wordt, zodat de zuurstof meer invloed heeft. En de geuren die in de wijn zitten beter loskomen, beter vrijkomen. Dus dat noemen we het walsen van de wijn. Nou, als je daar wat ervarener bent, dan doe je dat zo los uit de hand. Maar de cursisten hier beginnen ook gewoon zo, op deze manier. Oké. Okay. Dat kan ook prima. Nou, vervolgens als je gewalst hebt, dan snuif je de geur met korte snufjes op. Niet intraveneus, maar gewoon korte snufjes. En dan krijg je een bepaalde impressie. Hier ruik ik duidelijk fruit en kruidigheid. Dan neem je een redelijke slok en probeert die wijn minimaal 10 seconden in je mond te houden. En terwijl je het in de mond hebt, slurp je zuurstof naar binnen. Ook weer om alle smaken die in die wijn zitten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Ik ga het 1 keer voordoen. Voor velen, als je het voor de eerste keer meemaakt, dan klinkt het een beetje onsmakelijk. Maar je moet het maar eens proeven. Ik zal eerst voordoen hoe ik veel mensen het zie doen. En daarna doen ze het zo zoals ik ze het geleerd heb. En dan merk je echt dat je veel meer smaaknuances proeft. Er zijn heel veel mensen die proeven zo ongeveer. Hè? Zo van, oh ja, lekker. Heerlijk. Zo zou ik het ook doen. Ja? Zo doe ik het altijd. Oké. Niet goed dus. Nou ja,
Als je zo goed proeft, moet je vooral blijven doen. Maar je zou ook eens kunnen proberen zoals ik het nu voordoe. Dus je neemt een redelijke slok. En terwijl je de wijn in de mond hebt, slurp je zuurstof naar binnen. En houd die wijn echt eens 10 seconden in je mond. En laat hem goed rondgaan. Op deze manier. Moet je niet in een restaurant doen. Hmm. Ze staan er iedere avond te kijken. Hier bij de cursussen krijg je op een avond minimaal 10 wijnen te proeven. En is het verstandig om de wijn uit te spugen. Als je alle proefslokjes doorslikt, dan proef je wijn 7, 8 en 9 niet meer. Dus dat is gewoon verstandig. Weet eens proberen. Graag. Ja, zal ik de microfoon vasthouden? Ja. Krijg jij even mijn glas. Schenk ik een klein beetje wijn voor je in. Voilà. Zo. Hier heb je witte achtergrond. Ik ga eerst kijken. Precies. En ik zie inderdaad dat mijn wijn lichtrood aan de buitenkant is. Roodpaarsig. Ja? Klopt. Ja? Oké. Okay. Nu ga ik walsen. En dat doe ik maar even op de veilige manier. Voetje op de grond. Heeft hetzelfde effect. Nou. Er komt allemaal zuurstof bij nu. Dat Klopt. Moet dus. Ja? Dat moet bij wijn. Oké. Okay. Steek je neus eens in het glas. Ruiken. Precies. Ik ruik bloemige geuren. Jij ruikt bloemige geuren. Prima. Maar je vindt het een aangename geur? Ja, ik vind het een lekkere geur. Oké, dat is al heel belangrijk, hè? Dat is kennismaking. Nu ga ik proeven. Mm-hmm. Ja, keurig. Ja. Ik vind het lekker. Lekker, hè? Ook zonder croissant, hè? Jos, hoe ben je zo in de wijn terechtgekomen? Ik ben als 16-jarige jongen gaan werken in de horeca. En ik kwam direct al in een wat luxer bedrijf terecht. Waardoor ik heel vroeg met erg mooie wijn in aanraking kwam. En dat heeft me vanaf begin gegrepen. Vanaf 16 ben ik me gaan verdiepen in wijn. En ik ben nu 49 word ik dit jaar. En ik ben nog steeds bezig. Ik leer nog steeds. Wijn is en blijft boeiend. Het combineren van wijnen met gerechten is altijd een uitdaging. Een leven zonder wijn, een dag zonder wijn is een verloren dag. En een maaltijd zonder wijn is ook een verloren maaltijd.